Kilian Overmeijer, een leuke afsluiter, denk ik. Ja, dat klopt. Als je dan toch moet uitgaan, als je dan toch je seizoen moet beëindigen, dat liefst met een knal. Hè. En ik denk dat we vandaag nog een keer gedaan hebben. Dat we in de allerlaatste thuiswedstrijd toch nog de supporters iets gegeven hebben. En dat is wel mooi om het zo af te sluiten. Jullie leken het beste voor het laatste te houden dit seizoen. Ja, klopt. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Mechelen was natuurlijk ook wel vrij zwak, vond ik. Maar het was mooi. Na een heel moeilijk seizoen, we hebben getoond dat we toch iets wilden van maken van play-off 2. En we hebben er zelfs nu nog alles aan gedaan om nu nog door te gaan. Maar ja, als je dat ziet, als je daar wel met 0-3 gaat winnen in Sint-Truiden, ja, dat is jammer. Play-off 2 was merkelijk beter dan de reguliere competitie. Hè. 3 keer thuis gewonnen telkens, dat zegt toch wel iets, hè? Nou ja, klopt. Maar het is ook een beetje, als je een keer dat je in die competitie in die negatieve spiraal zet en je begint daar opeens van onder te bengelen, dan zijn er andere factoren die beginnen meespelen. Een beetje stress en die angst. En dan kon je voor de laatste speeldag redden en dan begint de play-off 2 eigenlijk helemaal nieuw en dan kun je dat volledig bevrijd aanvangen. En dan begonnen ze zelfs ook hier een thuisreputatie weer wat te verbeteren. En oké, dat is goed. Maar laten we dan misschien deze wedstrijd misschien meepakken naar volgend seizoen, maar we zullen hard moeten werken. Je speelde vandaag een dijk van een match en je bent speler van het seizoen. Daar ben je tevreden mee, denk ik, hè? Ja, dus ik zeg het. Er is voor een speler geen mooiere erkenning dan van zijn eigen supporters, denk ik. Dat zijn een van de mooiste prijzen om te krijgen. En daar ben ik ook iedereen heel dankbaar voor dat ze op mij gestemd hebben. En dat doet me heel veel plezier. Een welverdiende vakantie nu. Wat zijn de plannen, Kilian? rusten en nog een keer rusten. En dan met de vrouw en de kindjes een keer naar het zuiden van Frankrijk. En daar een keer genieten van het zonneken en van het mooie weer met de familie. Het is je van harte gegund en tot volgend seizoen, Kilian. Alsjeblieft. Dank je.